allemaal. Wat leuk dat jullie kijken naar ons webinar van Kiss Hair Care. En wat gaan we doen? We gaan de trends van zomer 2023 gaan we in dit webinar gaan we behandelen. Ik ga voor jullie knippen, stukje kleur, styling, alles komt aan bod. Nou, als we dan daadwerkelijk gaan kijken op het gebied van haar, van nou, wat zijn nou de trends voor 2023? Nou, ik heb hier een moodboardje voor jullie gemaakt. En dat zijn dus de butterfly layers. Misschien hebben jullie er al wel wat van gehoord. Dat je op Instagram, Pinterest, daar vind je alle moodbeelden. Maar daar zie je dus heel veel butterfly layers. Nou, wat is nou echt typerend? Je ziet de lokpartij is typerend en dan al dat gelaagdheid aan de voorzijde. Nou, ik laat hier het model zien wat ik al gedaan heb. Kijk. Dit ga ik dus voor jullie knippen. Dus je ziet de lokpartij, de gelaagdheid die eronder uitkomt. En het mooie aan de achterzijde is dat het mooi lang en vol blijft. Nou, dan pak ik even mijn andere dolhead erbij. Zo, want ik heb natuurlijk al wel wat voorwerk gedaan. Ik ga aan jullie dus de kniptechniek laten zien waarmee je dus die butterfly layers heel mooi en snel erin kan knippen. Nou, waar begin ik mee? Ik ga eerst de ponypartij afdelen. Want dat zei ik al, die ponypartij is echt typerend voor deze look. Zo, ik zal ze daar ook nog eventjes draaien, hoor, dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Daar. Kijk, en ik heb een dolhead met lang haar. En als je dus dit model bij je klant gaat adviseren in de salon, kijk, dan zie je al wel dat er best een behoorlijke lengte afgaat. En sommige klanten zijn dan ook wel eens een beetje nerveus. Maar het makkelijkste werkt gewoon altijd werken met plaatjes. Doe ik ook bij mijn klanten. En dan kan je heel makkelijk overleggen van, nou ja, oké, op welke lengte wil je ongeveer je lok hebben? Wil je je lok misschien wel wat korter en de gelaagdheid daarentegen wat langer? Daar kan je dus allemaal mee spelen. Maar de look die ik jullie nu ga laten zien, die sluit gewoon heel mooi op elkaar aan. Nou, de ponypartij heb ik afgedeeld. Ik zet hem even vast met wat klemmen. Kijk. Dus ik heb hier de driehoek heb ik afgedeeld. Nou, wat ga ik doen? Ik ga denkbeeldig hier een lijn plaatsen. En die lijn die loopt, ik moet altijd even nadenken, horizontaal, verticaal. Maar verticaal. En daar ga ik dus alles naartoe projecteren. Dus ik begin met de ponypartij. En mijn lichaam is er recht voor. Nou, dan kan je dus vanuit hier samen met je klant de lengte gaan bepalen. Kijk, dan laat je het naar beneden vallen. En dan zit daar je kortste punt. Want deze manier van knippen geeft die ponypartij een hele zachte gelaagdheid. Dat je niet een hele zware onderrand krijgt. Dus, nou ja, dat kan je wel zien. Zou je dit echt bij een klant doen? Nou ja, zo'n klant is dan natuurlijk wel even een beetje aan het shaken. Dus je moet ze wel aan de hand, moet je ze meenemen. Mijn vingers zijn helemaal recht. Want ik heb hier in gedachten die denkbeeldige verticale lijn lopen. Zo. Nou, ik heb hem dus op deze manier in mijn hand gekamd. Ik heb de lengte bepaald. En vanuit daar knip ik dus de eerste lijn erin. Het mooie van deze manier van knippen is dat de ponypartij dus een zachte gelaagdheid krijgt. En dat hij ook direct mooi in een ronding wegloopt. Kijk, en dat kan je hier al zien. Zie je dat? Dan loopt hij al gelijk mooi door. En dat heb ik straks nodig als ik het ga drogen om die typerende lok erin te feunen. Nou, vanuit daar gaan we door met onze kniptechniek. Dus ik haal de zijkant haal ik los. En ik ga voor jullie één zijkant knippen. Want de andere is exact hetzelfde. En ik wil jullie namelijk nog heel veel laten zien. Dus ik ga één kantje van jullie doen. Want ik weet zeker als jullie deze kant hebben gezien, dan kunnen jullie ook de andere kant prima knippen. Zo, ik zet het weer eventjes vast. Ik werk dus met een vaste gidslijn. Dus de gehele passé blijft in mijn handen. Nou, de ponypartij die splits ik door tweeën. De andere kant die kam ik eventjes weg, want die is weer mijn gidslijn voor de andere kant.
En dan kam ik het dus recht naar me toe. Nou, dan zie je hier dus mooi de gidslijn doorheen komen. En daar maak ik de aansluiting. Nou, ik knip niet te ver, want ik wil ook niet in mijn hand knippen. En ik wil ook dat die lijn mee naar beneden gaat. Zie je dat wat ik doe? Ik projecteer het rechtstandig naar me toe. En ik loop gewoon met de lijn mee naar beneden. Dat puntje. Kijk, en dan zie je al direct als ik het naar beneden kan. Zie je dus heel sterk die lijn erin komen die dus typerend is voor die butterfly layers. Oké, volgende passé. Kijk, en dan wordt er mij wel eens gevraagd, Gonatas, hoe dik neem jij je passés op? Kijk, we weten natuurlijk allemaal, iemand met lang haar is het aan de uiteinde wat dunner. Oh, eventjes vastzetten. Aan het uiteinde is het wat dunner. Bij de hoofdhuid heb je vaak wat meer haar. Zolang je je gidslijn ziet, maakt het niet uit of je nou je passé 2 of 3 centimeter dik is. Dus, daar ga ik weer. Ik kam het aan die denkbeeldige lijn, kam ik het toe. En die denkbeeldige lijn is nu zichtbaar natuurlijk geworden, omdat ik al de eerste passés erin heb geknipt. Daar. En dan sluit ik hem gewoon mooi recht op aan. Ik doe dit bewust met mijn schaar, want ik wil echt wel een volle gelaagdheid wil ik erin hebben. Misschien op het laatst dat je nog eventjes je koepschaar er doorheen kan halen. Maar ik doe dit bewust niet met het mes. Ik doe dit echt met de schaar. Dus alles kom ik naar me toe. Daar. En ik loop met de lijn mee naar beneden. Het is soms eventjes een beetje worstelen met vasthouden. Ook door het gewicht van het haar. Maar pak dan je passés gewoon in plukken op. Oh, ik heb er hier nog één. Kijk, en zie je de positie van mijn passé? Dus ik ga niet mee omhoog. Alles gaat gewoon rechtstandig naar voren. Daar. Oh, en mijn andere schaar. Ik heb er zoveel. Ik gebruik ze allemaal, maar voor deze wil ik mijn grotere schaar hebben. Zo. Volgende passé. Kijk, en de afstand die wordt natuurlijk steeds verder. Dus die gelaagdheid aan de achterkant, die wordt ook steeds langer. En dat wil ik ook hebben, want ik wil juist aan de achterkant, wil ik wel het volle, wil ik wel overhouden. Nou, daar gaan we weer. Dus de gehele passé is in mijn handen. Rechte lijn naar beneden knippen. En dat zie je ook, hè? Als ik dan eventjes moet kammen en kijken, dan ga ik met mijn lichaam opzij. Maar als ik dan eenmaal aan het knippen ben, dan gaat mijn lichaam recht voor mijn passé. Want dan weet ik zeker dat ik juist zit met mijn vaste gidslijn. Nou, ik knip dus nu voor jullie deze ene kant. Omdat de andere kant een exacte kopie is. Maar wat ik dan in de salon doe, als ik dan één passé aan de linkerkant pak, pak ik hem daarna aan de rechterkant. Ik ga wel gelijk op. Het is dus niet zo dat ik eerst in de salon helemaal één kant knip en dan vervolgens de andere kant. Want stel je voor dat ik een paar centimeter misga. Nou ja, als je beide kanten elke keer gelijk knipt, dan kan je jezelf nog controleren. Zou je eerst één kant knippen en daarna de andere kant? Nou ja, dan kan je dus hebben dat je ongelijk zit, maar dan moet je het weer helemaal overdoen. Maar eventjes voor jullie zo, op deze manier. Ik pak nou de gidslijn in het midden. Kam het naar voren. En dit is de kniplijn, hè? Als ik hem zo dadelijk naar beneden kan, dan zullen jullie het zien. Daar. Draai de klant ook van de spiegel weg, hè? Ga niet tussen het toiletje van de klant staan en tussen haarzelf, tussen de spiegel. Dat is allemaal lastig. Dus draai gewoon de stoel. Ze kan toch niks zien, ze heeft toch al het haar in de gezicht. Daar. Kijk, en als ik hem dan naar beneden kan. Kijk, dan heb je heel mooi, sterk die gelaagdheid erin zitten. Kijk, en wat je dan krijgt.
dat deze laar, als je hem gaat drogen, ik pak zo weer die andere koppen bij, die valt er dan zo heel mooi op. Nou, stel je voor dat je klant nu zegt van ja, maar aan de achterkant vind ik het wel heel zwaar. Ik wil toch nog wel een soort van laag erin. Nou, dat is dan heel makkelijk. Dan ga je aan de achterzijde, ik zal een beetje draaien dat het goed in beeld is. En dat doe je dan natuurlijk aan beide kanten. Dan doe je net boven het achterhoofdbeentje, projecteer je van het hoogste punt van het hoofd. Dus ik zit hier op het hoogste punt van het hoofd, net boven het achterhoofdbeentje. En dan projecteer je die passé in zijn geheel omhoog. Nou, ik heb nu nog een paar langere haren van de andere kant erbij. Maar dan kan ik dus heel makkelijk, in één keer, kan ik dus aan de achterzijde nog een extra laag creëren. Maar dit hoeft niet, hè. Dit is echt in overleg met je klant. Want stel je voor dat ik wat te maken heb met wat fijner haar. Nou, dan wil ik aan de onderkant toch wel veel haar overhouden. En dan doe ik het niet. Je kan natuurlijk ook nog ervoor kiezen om de onderkant wat korter te doen. Wat op te halen. Maar dit is dus de kniptechniek. Dus nog even herhaling. Je begint met de ponypartij. Die projecteer je naar je toe. Die kom je loodrecht naar je toe. Dan naar die denkbeeldige gidslijn. Laat je hem vallen, je bepaalt je lengte. Knip je hem recht af. En dan links, rechts pak je elke keer je passés. Door de vaste gidslijn is de afstand steeds verder. Dus je krijgt een langere gelaagdheid naar achteren. En dan heb je dus dit gevoel erin. Oh, ik zal deze laten staan, want dan pak ik nog even die andere koppen bij. Maar dit is dus de trend. Op haargebied, op het knippen zeg maar. Voor deze zomer. De butterfly layers. Wat ik al zei, de ponypartij, de foto is een beetje korrelig, kan er niks aan doen. Maar de ponypartij bij deze dame is wat korter en de lagen zijn langer. Dan begin je met je ponypartij en dan doe je een nieuwe lijn kiezen die verder weg is om langere lagen te creëren. Hier is die allemaal aangesloten, bij de een is de onderlengte wat opgehaald. Dus je kan hier heel veel mee spelen. Nou, dan laat ik deze nog even aan de achterkant zien. Kijk, hier heb ik ook die extra laag heb ik erin geknipt. Omdat ja, deze dollet heeft best wel zwaar haar. Dus ik dacht, ik vind het leuker om nog net even iets meer beweging erin te maken. Nou, wat dan typerend is voor het stylen, want dat is even heel erg belangrijk. En dat zal je je klant ook echt moeten leren. Als je bij zo'n dame deze look gaat knippen, wat ik al zei, de lock is dan heel typerend. Nou. Wat heb ik gedaan? Ik heb de keramoes heb ik gebruikt. Ik pak hem er even bij. Als versteviging. En niet elke klant wil haar haar feunen na het douchen. Maar voor die ponypartij is het wel even belangrijk. Want als ze namelijk een kruin of een weerborstel heeft en ze heeft haar gewassen en ze gaat daarmee slapen en de andere ochtend denkt ze van nou, ik haal er even een krulborstel door. Dan werkt het niet, want dan droogt hij gewoon helemaal in zijn natuurlijke valling. Dus als ze dan de haar heeft gewassen, dan zal je tegen je klant moeten zeggen of moeten adviseren. Feun eerst je ponypartij en de rest kan je allemaal wel laten doen. Maar dan is het dus belangrijk welk formaat borstel dat je gaat gebruiken. Met zo'n kleine borstel krijg ik echt niet dit effect. Dus heb de juiste maat borstel in handen. Dan ga je dus die ponypartij, die ga je met volume naar voren drogen. Kijk, dat zie je hier ook. Er zit echt wel wat volume zit eronder. Dan droog je hem naar voren en dan later trek je hem opzij. Dat die punt dus zo mooi mee naar achteren gaat. Nou, hoe lang zal dat duren voor je klant? Nou ja, misschien zal ze er hooguit 5 minuten mee bezig zijn. Maar dan weet ze ook zeker dat die ponypartij zo blijft zitten zoals jij hem geknipt hebt. Oké, dan gaan we door naar het volgende, want dit was dan de trend op het knipgebied. Maar dan gaan we nu eens eventjes kijken wat de trends zijn op kleurgebied. Nou, we hebben natuurlijk de balayage, de foliage hebben we allemaal gehad. Maar de highlights komen nu weer terug. Ik weet niet wat bij jullie in de salon is, maar wij zijn weer superveel aan het highlighten. En degenen die mij kennen, die weten dat ik dat niet zo heel erg leuk vind. Want het is best wel intensief werk. Dus als ik kan, dan schuif ik het af naar een collega. Maar ja, soms doe ik het ook nog wel zelf. Maar
Highlights en root tap zie je hier staan. Nou, dan zullen jullie denken van ja, bedoel je nou gewoon root shadow? Maar een root shadow is net even weer anders dan een root tap. Want het is namelijk zo, en dat zie je hier op de plaatjes ook. We zetten de highlights helemaal tot aan de aanzet. Daarna ga je dus met een donkerdere kleuring ga je er overheen. Dat wil zeggen, want ik laat jullie dat zo dadelijk ook zien, we gaan dat ten alle tijde met een spoeling doen en niet met verf. En ik ga jullie later vertellen waarom dat niet met verf kan. Maar dan zie je dus dat er een kleurverschil komt al in de aanzet. Want onze soft shades van Kiss, die zijn ammoniavrij en de ondertoon bepaalt ook het eindresultaat. Dus dan kan je al begrijpen, als je highlight zet tot aan de aanzet en daarna ga je zo'n root tap doen, dat je ook al kleurverschil in het haar krijgt. En dan krijg je een beetje zo'n 3D kleureffect. En dat is gewoon echt super, super mooi. Dus ik ga jullie eerst wat tips en tricks geven over de highlights. Hoe dat je er nou het beste kan zetten. Nou, dan pak ik even weer een dame erbij. Zo. En ik ga echt niet een heel hoofd vol mijn highlight zetten, maar ik ga zomaar net even wat tips en tricks aan jullie geven hoe dat je dat het beste kan. Misschien ben ik af en toe een beetje uit beeld, maar dan pak ik even al mijn spulletjes erbij. Zo. Nou. Wat ik voor jullie heb klaargemaakt is de Snow White. Dat is onze blondeerpoeder van Kiss en dan kan je dus tot 8 tinten kan je daarmee oplichten. Dat is deze. Ik zal hem even in beeld halen. Dit is dus onze Snow White. 8 tinten plus kan je ermee oplichten. Maar dan hebben we hier de Magic Mud Liner. En dat is dus een 9 plus oplichtende poeder. Soms hoor ik wel eens, ja, maar dan neem ik de Snow White niet meer. En dan hou ik het alleen maar bij de Magic Mud. Zo werkt het niet. Want we weten allemaal, wanneer een blondering 9 plus tinten kan oplichten, is die echt wel wat sterker. En heb ik dan altijd een sterkere blondeer nodig? Nee. Dus mijn advies is, heb je bijvoorbeeld de kleurhoogte 5 en donkerder, dus dat je echt richting het zwarte gaat. Dat haar is ook vaak wat sterker. Kan je prima met de Magic Mud werken. Maar vanaf kleurhoogte 6 en lichter, pak dan de Snow White. Dus ik heb de Snow White heb ik gemaakt. En wat ik dan bij elke klant, bij mij in de salon, wat ik dan doe, is een keer Kerabond erbij. Bij mijn blondering. Kijk, normaal is die 1:2 de mengverhouding, maar zodra ik Kerabond ga toevoegen aan mijn papje, dan wordt de mengverhouding 1:1. Waarom? Dit is een vloeistof. Nou, wat doet Kerabond? Die beschermt het haar tijdens het blonderen. En wij als professionele kapper, wij willen gewoon echt de klant zo goed mogelijk en zo professioneel mogelijk helpen. Dus dat is echt een toegevoegde waarde aan je product. Nou, eens eventjes kijken. Als je dus het gehele haar moet highlighten, dan geef ik altijd het advies, begin aan de onderkant, aan de achterkant. Waarom? Eer je aan de voorkant bent, dan ben je misschien wel 3 kwartier of 1 uur verder en dan kan je de achterkant kan je alvast uitspoelen. Maar wanneer je aan de voorkant bent aangekomen, dan is het mooiste en het makkelijkste om van voor naar achteren te werken. Het is dan namelijk zo, ik zal even een afdeling maken, ik zal er even een paar laten zien. Zo. Als je namelijk aan de voorzijde van je klant staat en je gaat dan highlighten, dan kan je veel dichter tot aan de contourrand komen dan wanneer je erachter staat. Nou, we hebben even gewoon in gedachten dat hier allemaal highlights in zitten. Nou, dan vind ik het ook nog het mooiste dat je ze diagonaal bovenop gaat zetten. Waarom? Dan speelt de kleur wat meer door het haar. Kijk, en vanuit daar kan je natuurlijk ook super creatief zijn met je kleuren. Want ik ga even 1 slide ga ik terug. Even kijken hoor. Werkt dat? Yep. Even zien hoor. Blijft hij staan? Ja, hij blijft staan. Want als we nou goed gaan kijken, dan zie je dus deze dame heeft een oude balayage gehad. Daar zijn nu wel wat fijnere highlights naar de aanzet toe bij ingezet. Deze dame, die heeft juist een wat sterkere voorkant. Hè, wat meer een money piece, die er meer uit eruit komt. Nou, deze dame is dan helemaal geblondeerd, maar die heb ik erbij gedaan. Hè, voor die lengteverschillen om te laten zien. Maar je kan dus met je kleurplaatsing kan je dus spelen. Nou,
Dus wat ik al als eerste tip gaf, ga voor je klant staan zodra je het bovenste vlak gaat highlighten. Daar. Nou, stel je voor dat je echt zo'n wat sterkere money piece wil hebben. Daar gaan we nou eventjes voor. Zo. Dan begin ik dus met een hele slide. Nou, we weten allemaal, dit bij de hoofdhuid is maagdelijk haar. Dat zal ook altijd snel oplichten. Dus ik hoef daar niet zoveel blondeer, hoef ik daar te gebruiken, want dat ligt toch wel heel makkelijk op. Nou, dan heb ik ook ten alle tijde een puntkam die even lang is als mijn folie. Vind ik ook allemaal net wat makkelijker werken. Wat je dan doet, is je passé terugklappen, je folie eronder en dan op deze manier hou je dus de spanning op je passé, want je wil niet dat je folie gaat slepen. Nou, dan doe ik eerst een grote hoeveelheid blondering, doe ik een paar centimeter van de aanzet af. Dan vervolgens gaat mijn hand eronder. En als jullie nu goed kijken, dan is mijn folie net een klein beetje langer dan het haar. Het is zoveel makkelijker werken als je folie de juiste lengte heeft. Want als de folie te kort is, dan zit je hier te rommelen met die punt om hem erin te krijgen. En is je folie veel te lang, dan kan het ook weer zo zijn dat hij veel te zwaar wordt en dat hij gaat zakken. Dat wil je niet. Dus nou, hier lekker goed dik inzetten. Kijk, en je kan al gaan zien, ik ga een klein beetje met mijn kwast, ga ik naar de aanzet toe aaien. Ik zal daar iets minder blondering aanbrengen dan op de rest van het haar, omdat dat toch heel makkelijk oplicht. Nou, ik wil geen extra blondering daar hebben. Dus wat doe ik? Ik klap mijn folie, die klap ik dicht voor 1/3. En dan heb ik hier een hele mooie schone kant. Daar. En ik loop gewoon mooi met de contourlijn loop ik mee. Zo. Daar. Nou. De volgende, kijk, daar kan je natuurlijk allemaal creatief mee zijn, hè? Ik zou weer een hele slide kunnen zetten. Maar ik kies er nu voor om hem dan uit te mazen. Maar je gaat gewoon heel mooi diagonaal ga je mee. Nou, we kennen natuurlijk ook allemaal die kammen, die vellenkammen, waar we veel mee werken om te highlighten. Dus je kan het allemaal jezelf zo makkelijk mogelijk maken. Nou, ik doe er nog eentje voor aan jullie. Kijk, ik maak een clean rand. Ik klap mijn haar naar achteren. Folie komt er tegenaan. En heel eerlijk, dit is echt veel makkelijker op een echt persoon als op een dollet, hoor. Want die heeft zo'n onnatuurlijke haargrens ingeplant. Kijk, dus mijn folie is mooi op lengte. Ik gebruik nu mijn hand. En stel je voor dat je creatief aan het werk bent of je bent gewoon druk en je folie gaat toch een beetje glijden. Wat je dan kan doen, en dan loop ik even voor de camera langs. Doe ik even zo, een beetje draaien. Even kijken. Dan kan je dus zo met je middelvinger en je duim kan je folie optillen. En dan kan je op deze manier met je kwast het haar naar beneden duwen. Dan duw je dus weer die folie, die duw je dan weer op zijn plek. Daar. Nou ja, en dan vervolgens, want het mooiste is natuurlijk ook, want je bent de professionele kapper, om allemaal mooie dezelfde envelopjes te hebben. Die folies hebben dezelfde lengte. Voor 1/3 klap ik hem weer dicht. Daar. Zijkanten, die doe ik dan zo dicht. Kijk. Dus dan heb je op het einde, heb je dus aan allebei de kanten, heb je dus diagonaal gewerkt. Dan hou je dus een driehoekje aan de achterzijde hou je over. En dan kan je zelf bepalen of je die diagonaal links of rechts inzet. Dat maakt niet zoveel uit. Maar als dan de hele kleur erin zit, kijk, dan kan je ook nog die puntjes een beetje zo opzij klappen. Want dan kan ze ook nog eventjes een boekje lezen en een kopje koffie drinken. Oké, dan gaan we gelijk door. Als we dan de folies hebben uitgespoeld, deze kop moet ik hebben. Oh, moment, kom eraan. Nou,
Ik had geen kop even met highlights, maar hier kan ik die route app ook prima op laten zien. Wat ik daarnet al zei, dit gaan we nooit met verf doen. En nou ja, hebben jullie, voor sommigen jullie misschien al wel de vraag, ja, maar hoe zit het dan met een klant met een grijze uitgroei? Kijk, dan zal je echt met zo'n klant moeten gaan praten. Want als wij namelijk de uitgroei helemaal volzetten met verf, ik noem maar wat, op een kleurhoogte 6, en ze wilt hele lichte highlights, dan kom je eigenlijk altijd tegen met een barrière. Want dan komt dat kunstmatig pigment omhoog en dan heb je altijd te maken met oranje en die kleuren. Wat je voor zo'n klant zou kunnen doen, is dat je bijvoorbeeld highlights zet. En dan, als de klant grijs is, dan laten met verf er tegenaan werken. En dan de keer erop, als ze terugkomt, is het wel precisiewerk om die highlights weer terug op te zoeken. Zodat je die barrière niet krijgt. Oké. Dus stel je voor, hè, we hebben hier helemaal hebben we gehighlight en nu gaan we dus die roottap inzetten. Wat je niet wilt is een harde lijn. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb bij mij in de salon een aantal van deze kwastjes, ik zal het even goed in beeld brengen. Daar heb ik gewoon met een bottenschaar heb ik de puntjes heb ik weggeknipt. Zodat die harde lijn van mijn kwast al doorbroken wordt. Dus dat scheelt ook al een klein beetje. Dan ga ik werken met de softshades. Nou ja, en het ideale van onze softshades is dus dat die ammoniavrij is. Hij licht het natura niet op. Hij kleurt hem echt wel mooi donkerder in. Hij neemt de kleur mee van de ondergrond. Dus ondanks dat je dan een donkerder aanzet gaat maken, dan hou je toch nog wel dat die highlight net eventjes wat lichter is. En dat maakt deze kleurtechniek gewoon zo mooi. En voor de volgende keer als die klant bij jou terug in de salon zit, heb je geen barrière van kleur. Want je komt heel makkelijk, kom je er dus doorheen, weer met je blondering. Dus je moet ook altijd een stapje verder denken. Even draaien. Altijd een stapje verder denken. Oké. Okay. Even een beetje lager. Dus kan ik er zelf niet bij. Zo. Oké. Okay. Zo. Nou. Wat ik dus klaar heb gemaakt is de 3N en de 5N. Die heb ik samen gemengd om op een 4N, een, ja, van de software is het dan 0,4N, uit te komen. Ben niet te bang om hem te donker te pakken. Want wat ik al zei, het is natuurlijk een spoeling. Dus zou ik iets op een 6 hoogte gaan inkleuren, ja, dan zie je het haast bijna niet. Dus je mag altijd wel een tikkeltje donkerder. En voor de coloristen onder ons, het grote voordeel is, wanneer je met de softshades op die manier gaat werken, want dan zit je misschien te denken, highlights, ik moet voorpigmenteren. Dat is bij de softshades niet nodig. Ga niet de A-serie gebruiken, want die slaat dan wel door, maar je kan prima in je natuurserie blijven. Oké, als we dan zo'n roottap gaan doen. Daar. Kijk, dan begin ik gewoon heel klein met een aanzetje, ga ik inzetten. En dan licht ik ook elke keer mijn kwast al een beetje op. Oké, voor de oplettende kijkers onder ons. Ik laat jullie heel mooi mijn kwastje zien. Maar ja, dan stop ik die in mijn tasje. En dan vervolgens ben ik met een gewone kwast ben ik bezig. Dat is niet de bedoeling, hè? Dus pak wel dit kwastje, dus daar ga ik nou mee verder. Want het voordeel is dus dat hij niet zo'n strakke lijn afgeeft. Nou. Dus dan zet ik hem in. Hier zitten de highlights dan tot aan de aanzet. Maar wat ik wilde vertellen, als je dus een fijne passé opneemt. Kijk, dan zie je de softshades zie je er al doorheen komen. Niet te grof opnemen. Dan zet ik het aanzetje in. Door mijn tandjes krijg ik al een gerafelde lijn. Maar dan kan ik hem op deze manier, dan kantel ik gewoon mijn kwast. En dan trek ik hem net eventjes door. Nou, wat je dan ook nog kan doen, kijk, deze passé die zou ik dan wat verder in kunnen zetten. Dan zeg ik van nou, kom, dan pak ik daar een centimeter of 10 voor. Dunne passé. Andere kant inzetten. Dan hou je ook een beetje die 10 centimeter aan. En dan vervolgens met het puntje van je kwast laat je hem uitlopen. Mijn volgende passé, dan zou ik er weer voor kunnen kiezen om een centimeter of 5 te doen. Ik doe er namelijk alles aan om geen balk bij die roottap erin te krijgen.
Nou ja, en dit is echt een heel mooi eindresultaat. Als dan die highlights helemaal tot de aanzet erin zitten. En dat dan die kleur zo heel mooi doorloopt. Dit is echt de kleurtrend voor de zomer van 2023. Oké, dan gaan we door met de volgende. Dan ga ik een stukje styling voor jullie laten zien. Want we kunnen nog zo goed knippen en kleuren in de salon. Maar uiteindelijk willen we elke klant met dat wauwgevoel willen we naar buiten laten gaan. Maar op de dag van vandaag kunnen we dus niet meer zonder onze krultang. Want het grote voordeel van jouw krultang is dat jij die klant heel snel kan drogen. Nou, ik heb er natuurlijk keramoes onder gedaan. Ik heb ze dan nu wel hier met een grove borstel helemaal mooi uitgefeund. Maar stel je voor dat je er nou geen tijd voor hebt, wil je toch dat jouw coupe en jouw kleur zo mooi mogelijk de deur uitgaan. En je wil je klant natuurlijk zoveel mogelijk tips en tricks meegeven. Nou, dan hebben we allerlei verschillende technieken voor de krultang. Maar we hebben ook verschillende producten voor ook de verschillende krultangtechniek. Nou, de eerste die ik aan jullie ga laten zien is een lengtekrul. Die nemen we ook lang op. Dus kijk maar, ik heb best wel een passé heb ik erin zitten. Kijk, en die loopt echt in de lengte. Nou, ik wil dat deze krul er goed stevig in blijft zitten. Het andere haar doe ik even weg. Dus wat gebruik ik dan? De finishing spray van Kiss. Daar. Die doe ik op de passé. Door de hitte van mijn tang zet hij die krul wat meer vast in het haar. Zo. Ik wil hem naar achteren hebben. Dus de clip gaat aan de voorzijde. En mijn krultang is ook in de lengte. En dan op deze manier. Laat hem een beetje vieren. Laat de hitte een beetje zijn werk doen. Op deze manier krijg ik dus zo'n lengtekrul. Ik laat hem nou nog even afkoelen. Zo dadelijk dan borstel ik hem door en dan zie je het effect ervan. Maar stel je voor dat je nu een losse krul wil maken. Eigenlijk het gevoel alsof je het met een hele grove borstel hebt gefeund. En dat het zomaar net in de punten wat beweging zit. Nou, die wil ik er niet te vast, wil ik die erin hebben. Nou, dan neem ik mijn passé, neem ik op. En deze is dan wat meer vierkant, mijn passé. Kijk, hier zie je mooi de lijn die ik erin heb geknipt. Maar dan pak ik de Kera spray. Dat is van Kiss onze zachtere spray, want deze krul wil ik dus ook niet hard erin hebben. Dus dan pak ik ook een ander product. Net zoals ik daarnet zei, de grootte van je borstel is ook de dikte van je krultang is ook belangrijk. Dus je ziet dat ik echt, ik gebruik een Babyliss Pro en nou ja, het is volgens mij de dikste die ze hebben. Ik weet het niet precies hoeveel millimeter. Volgens mij 32 of zo. Kijk, maar dan gaat mijn krultang daar vanuit de punt naar beneden. Hop, en dan laat ik hem gelijk zo afkoelen. Stel je voor dat je nu een volumekrul wil maken. Deze krul die wil ik echt goed erin hebben. Dus ik pak de finishing spray, dat is een stevigere lak. Spray hem erin. Daar. En dan ga ik dus aan de aanzet ga ik beginnen. Dus dan krijgt die heel veel hitte, krijgt die mee. Dan draai ik hem door totdat de punt erin zit. Laat ik even de hitte van de tang, laat ik zijn werk doen. Nou ja, de dames onder ons met kunstnagels, wij kunnen natuurlijk gewoon lekker met de nagel over de krultang. En dat doet geen pijn. De heren onder ons, nou ja, dan moet je even wat voorzichtiger zijn natuurlijk, want anders doe je het zeer. Oké, dus dit is echt een volumekrul. Maar we kennen natuurlijk ook de beachwave krul. En als ik een beachwave krul ga maken, nou, dan pak ik wel een iets fijnere passé. Daar. Maar dan gebruik ik dus de Ocean 5 spray. Want ik wil namelijk ook een beetje dat zoutige in dat haar hebben om die beachkrul te maken. Dus dat doe ik er dan in. Zo. Nou, dan kan je dus naar voor en naar achteren werken.
Maar dan zet ik mijn krultang erin. Zo. Dan ga ik er onderdoor en dan draai ik hem door. En de punt, dat is typerend van zo'n beachkrul, die blijft steil. Ik trek hem wel eventjes door mijn krultang heen. Maar dan, dan polijst je toch nog net even die punt. Maar dan krijg je dus weer een heel ander gevoel van krul. Dus met je krultang kan je natuurlijk zo ontzettend veel doen. Nou ja, als het afgekoeld is, dan ga je gewoon met je handen er een beetje door. Dat je echt die beachkrul erin krijgt. Nou, dan vervolgens je volumekrul. Dat is deze. Die is afgekoeld. Dat was echt met die hitte aan de aanzet. Kijk maar eens wat hij doet. Zie je dat? Dat geeft echt volume in het haar. Dan die softe krul. Dat is dus die krultangtechniek. Dat je het gevoel hebt dat je met een grove borstel hebt gefeund. En dan die lengtekrul. Die zorgt ervoor dat alles zo mooi naar achteren valt. En als je dus het gehele haar met zo'n lengtekrul gaat doen, dan krijg je dus echt zo'n zigzaggend patroon, alsof je een soort van slagleg erin hebt gemaakt. Dus dat zijn vier verschillende krultangtechnieken die jullie kunnen toepassen. Maar let erop ook dat je het juiste product pakt voor de juiste krul. Oké, dan vanuit hier ga ik nog iets leuks laten zien. Want we hebben natuurlijk de nodige festivals. Kijk, we hebben natuurlijk de nodige festivals. En ja, het is toch net even weer een ander dingetje wat je zou kunnen doen bij je klant. Het hoeft niet per se natuurlijk alleen bij je festival. Het kan ook voor een of ander leuk feestje zijn. Maar wat heb ik gedaan? En ik heb dit al van tevoren opgenomen. Dus die gaan we jullie zo laten zien. Want ik had dit natuurlijk ook gezien. Ik zag dit voorbij komen op, even nadenken, wat was het ook alweer? Instagram, volgens mij zag ik het voorbij komen. Met allemaal gekleurde veertjes. Nou, de eerste veer die ik vanochtend kon vinden was een powerveer. Toen dacht ik, oh, dat vind ik nog leuk ook met dat patroon. Dus je kan ook echt met verschillende veertjes kan je werken. Maar kijk maar eens naar het filmpje, hoe dat ik die in een handomdraai op het haar heb aangebracht. Nou, we hebben het knippen voorbij zien komen. We hebben de nieuwste kleurtechniek voorbij zien komen. Styling heb ik gedaan. En dan eens eventjes kijken hoor. Kijk, de soft shades wil ik nog even aanhalen. Ik zei dus al, met die roertap, je kan prima in de donkere tinten werken. Je mag echt wel misschien wel een tint donkerder gaan dan je eigenlijk in gedachten hebt. En hij slaat niet door, dus dat gaat prima. Let wel op met je A-tinten. Een A-tint is bijvoorbeeld wel heel mooi, net als een 06A, dat je echt een beetje dat koele bruine wil maken over natuurhaar. Of de 09A, als je dat grijzige wil maken. Maar we maken er ook hele mooie mengingen mee. En die laat ik jullie nou ook even zien. Oh, wacht! Ja, kijk, dat is natuurlijk het gelukkige met zo'n PowerPoint. Dit wil ik jullie ook even laten zien. Even kijken. Voor degenen die het al gemerkt hebben, onze producten zijn tegenwoordig met een witte dop. Dus je zal langzaam de verandering in de salon gaan merken met producten die je binnen gaat krijgen. Dat het allemaal heel mooi, modern en ja, mooi klinisch uitkomt te zien. Want dat doen we ook bij Kiss. We zijn constant bezig met de uitstraling van het merk. En ja, dan is dit ook een mooi onderdeel ervan. Eens eventjes kijken, want ik had het over de soft shades, over de mengingen. Je kan natuurlijk elke kleur met elkaar mengen. Wat we hier gedaan hebben is Sandy Beach. Hebben we de 010P met de 09G hebben we dus gemengd. Dus een wat koelere met een warme kleur tegen elkaar aan. En dan krijg je dus zo'n heel mooi kleurnuance. Pearl Copper. 10cc 010P, 5cc 09K. Dus ook weer dat koperen met dat met die P-tint, ja, dat geeft gewoon een heel mooi, fris zomers resultaat. En net even weer anders dat je misschien nog altijd gewend bent van zo'n 09B.
Prachtige kleur overigens. Maar als je wat langer met de soft shades werkt, ga dan eens gewoon leuke mengverhoudingen maken. Dat er net weer eventjes wat anders uitkomt. Want dat is allemaal heel goed mogelijk. Dit is ook een hele mooie. De 10cc07V met de 10cc07N. Wel gezegd, een paar folies daar uitgelaten en later ermee mee gewassen, zeg maar. Maar dan krijg je ook echt zo dat cool grayen krijg je dan als kleur. Maar net wat ik zeg, met soft shades is het allemaal prima mogelijk om er allemaal mooie mixtinten allemaal voor jezelf te maken. Oh, nou, dan ga ik al gelijk met een filmpje beginnen, want hier staat het product al klaar. Wat ik al zei, KISS is constant bezig met vernieuwing. Er komen natuurlijk ook nieuwe producten. Misschien kennen jullie hem al wel, misschien nog niet. Maar dit is dus de KISS Rescue. En ik laat even een filmpje zien wat het precies is, wat het product inhoudt. Nu, eindelijk in een verpakking van 200 ml, de KISS Rescue Spray. Het is een herstellende vegan leave-in spray voor gekleurd en beschadigd haar. De hoge concentratie plantaardige proteïne herstelt en versterkt het haar. Het egaliseert de structuur van de lengtes en de punten en daardoor verbetert hij de kapbaarheid. En dat is voor ons als kapper natuurlijk handig voor het knippen. De klant kan hem ook thuis gebruiken. Wanneer ze het haar heeft gewassen, brengt ze dus de KISS Rescue Spray aan op het haar en hoeft ze niet uit te spoelen, want het is namelijk een leave-in product. Dat we met kleur kunnen spelen, nou, dat zie je wel bij onze laatste fotoshoot. De collectie heet Voyage en we hebben dus echt een kleurenpalet van alles gemaakt. Het zachte voor de zomer, ook een beetje dat koperen, maar ook echt het rood met koper gecombineerd. Dan gaan we naar de volgende. En in de maand juni hebben we de volgende actie. Wat hebben we? Ik laat even de doosjes laat ik zien. Kijk. We hebben voor jullie duo sets hebben we gemaakt. En de maand juni is dus 2 plus 1 gratis. Dus als je er hier dan 3 van bestelt, hoef je er maar 2 te betalen, heb je er eentje gratis. Dus dat is hartstikke mooi. Maar zie je ook de uitstraling van de producten? He, ook hier alles weer met een witte dop. De mooie kleuren die naar voren komen. Dus dat staat natuurlijk ontzettend mooi op je verkoopschap. En dit vind ik zelf ook een hele leuke. Deze komt in de maand juli. Kijk nou toch hoe leuk. Dit is toch echt wel een superleuke tas om in het strand te nemen. Hoe zat die ook alweer? In juli krijg je gratis 2 kisttassen. Deze dus. Nou ja, bij aankoop van €200 als sortie. Dus dat zijn de aanbiedingen die dus gaan lopen voor de komende maanden. Kijk je dit webinar nu? Op dit moment, nou ja, dan gelden natuurlijk al die acties. Maar ik weet dat we dit webinar ook op YouTube gaan zetten. En er zijn zelfs mensen die na een jaar dit nog terugkijken. Dus let wel op, we praten dus wel over de acties van juni en juli van 2023. Dus mocht je dit veel later terugkijken, nou ja, dan geldt dit natuurlijk niet meer. Maar dit was het einde van ons webinar. Ik hoop dat jullie genoten hebben, dat jullie heerlijk geïnspireerd zijn. En nou ja, ik zou zeggen allemaal een hele goede zomer en vooral veel knip- en kleurplezier. Doei doei!